Dit is Bright op banden. Onze boys zijn dol op banden. Maar ze hebben natuurlijk allemaal zo hun eigen voorkeuren. David is als oudste meteen ook absoluut de stoffigste. En nee, dan heb ik het niet over zijn imago. Ik test al meer dan 10 jaar elektrische voertuigen voor Bright. En de laatste paar jaar ben ik me vooral toe gaan spitsen op e-bikes. Maar zoals je ziet heb ik nog een andere passie. En dat is namelijk offroad motorrijden. En hier op het terrein komt de passie voor dat offroad motorrijden en de e-bikes heel goed samen. David, je gaat toch niet met dat fijngevoelige fietsie deze baan over? Dit is pure off-road mayhem vol scherpe bochten en brute obstakels. Nou, we hebben heel avontuurlijk wat David ons toestuurt, Rut. Wat denk je ervan? Nou, electric power die berg omhoog en dan zien we wel wat ons te wachten staat. Oh, ik zie daar. Oh ja, dat staat daar boven op de berg. Met e-bike natuurlijk. Yo, eindelijk! Hey, prachtige auto, maar niet geschikt voor dit terrein. Maar geef niks. Ik ga jullie vandaag in mijn passie laten delen. Jullie gaan elektrisch of rood rijden op hele bijzondere voertuigen. Yeah. Nu al zin in. Ik zie het aan je, Rutger. Gaan we op die fiets? Nee, jongen, rustig maar. Op deze. Op deze, kijk nou. Maffe voertuigen, dit heb je nog nooit eerder gezien, maar dit zijn hele speciale elektrische motoren, brommers. Of eigenlijk een mix van alles. En dan krijg je een flink uit de kluiten gewassen e-bike die uitermate geschikt is om te gebruiken in oorlogsgebied. En nee, dit is geen wapen van de toekomst. Het leger van Oekraïne maakt al veelvuldig gebruik van dit snelle, wendbare en vooral stille vervoersmiddel. Oekraïnse soldaten rusten deze e-bike vaak uit met antitankwapens en ander zwaar materieel. Hiermee snijden ze razendsnel door lastig begaanbaar terrein en door de frontlinies. Het Oekraïnse bedrijf Elec is een van de bekendste buitenlandse fabrikanten. Всем доброго дня. До вашої уваги нова модель електробайка Elec Military. Hier in Nederland worden dit soort fietsen gemaakt door Trifecta. Hun bikes worden op dit moment getest door verschillende legers. En vandaag dus door ons. En David wil er alles van weten. Het idee is dat de fiets over talloze missies, of het nou een boodschap brengen is of een noodzakelijke component op een moeilijke plek te krijgen. Het is een alleskunner. Ja, niet alleen ziet het er totaal anders uit dan mijn e-bike, mijn gewone e-bike, maar wat is er nog meer anders aan dit ding? Nou, met name bijvoorbeeld het vermogen wat de fiets heeft. Hij heeft 4,5 kilowatt, dus 16 keer het vermogen van jouw gebruikelijke e-bike. En dat heb je ook nodig als je in moeilijke situaties zit, extra belading hebt, misschien een gewonde soldaat die je mee wilt trekken. Dan heb je dat extra vermogen nodig, anders kom je er gewoon niet. Het Nederlandse leger heeft al met de fietsen van Trifecta geëxperimenteerd en test ook andere elektrische voertuigen. Nou ja, dat is natuurlijk heel erg belangrijk om te zorgen dat je bijblijft, dat je relevant blijft, dat je de nieuwste spullen hebt, dat er niet te veel tijd zit tussen een nieuwe ontwikkeling, die vaak tegenwoordig natuurlijk in de markt plaatsvindt en niet meer bij Defensie zelf, maar dat je die adapteert, overneemt daar waar het kan en daar waar het zinnig is. Ik had ook begrepen dat in oorlogssituaties de logistiek van bijvoorbeeld het brengen van brandstof van A naar B heel gevaarlijk is, maar ook heel kostbaar. Is dat ook een reden om elektrisch te gaan? Ja, daar biedt elektrisch zeker een oplossing voor. Hè. De problematiek van 1 liter diesel in een inzetgebied in het algemeen is een factor 10 duurder. Dus hier 1 euro, daar 10 euro. Nou, daar wil je natuurlijk bij wegblijven. En je kan het ter plekke kan je het opwekken. Je kan het opwekken door fossiele brandstoffen om te zetten, zoals je dat altijd deed. Maar je kan ook zonnepanelen neerleggen en dan heb je het een soort van gratis en dan heb je helemaal geen transport. Ja, gelukkig zitten we niet in een oorlogsgebied. Sterker nog, daar is de snelweg. Schiphol ligt daar. De vliegtuigen komen voortdurend over. Maar jullie gaan als gewone burgers even kijken of je een beetje lol kan hebben met zo'n prachtig apparaat. Gewone burger, I love being een gewone burger. Ja, dat dacht ik al. Love being a burger. Nou, laat ik maar gewoon eens even gaan beginnen, denk ik, of niet? Doe je een beetje voorzichtig? Ja, het is echt niet zo makkelijk als jij denkt dat het is. Een e-bike toch, Dave? Nou, nee, het is wel even wat meer dan een e-bike. Ja, Bram, we hebben het wel over 4,5 kilowatt. Dat is de kracht van 16 elektrische gazelles onder je kont. Topspeed van 70 kilometer per uur. Een monster van dik 20.000 euro. Ga daar maar eens aan staan.
Ja, ik durf ook niet. Dat is ook een lekker beginnetje, dat heb je voor me uitgezocht. Je moet die auto niet raken. Nee. Ja, kun je mij misschien een lesje geven, David? Ja, als je beneden bent, ja. Als je crash bent. Super, dank je. Remmen lukt nog wel. Zie je beneden. Yo. Succes, Bram. Je kan dit, jongen. Op dit terrein gaat het vandaag om pure overlevingsdrang. Bram en Rutger moeten straks op deze off-road e-bike binnen 2 minuten over dit parcours kunnen rammen. Maar dit monster op wielen moeten ze wel eerst even onder controle zien te krijgen. Op een fiets zit je meestal, off-road ga je staan. En dan heb je een soort aanvalshouding, een beetje zo. En vooral je ellebogen naar buiten. Waarom de ellebogen naar buiten? Als je ze zo houdt en er gebeurt wat, ja, dan ben je niet flexibel. Als ze naar buiten zijn, kan je alle klappen opvangen. En het staan is belangrijk, zodat je die motor gewoon zijn ding kan laten doen. En ontspan je tijdens het rijden. Ga eerst maar gewoon even een beetje rondjes rijden. Ja, kom op Bram. Meteen even een rondje knallen. Zonder zijwieltjes. Dat moet lukken, toch? Ik zie die jongen steeds net niet op zijn bek gaan. Ja, maar dat is inherent een off-road rijden. Als je wat ontspannender wordt, dan laat je die motor gewoon zijn ding doen. Oké, maar je hebt natuurlijk meerdere manieren om te ontspannen. Oh. Niet zitten! Staan! Hoi. En ook niet meer als een oud wijf met je kont naar achteren. Ja, heerlijk dit. En het leuke is, jij mag zo ook nog, Rutger. Ik moet het straks ook doen. Kom eens even hier. Ik mag niks dit. Dit kan niet de bedoeling zijn, toch? Rutger? Oh. Nou, gelukkig low speed. Je bent nog heel, hoop ik. De fiets ook nog. David heeft niet alleen deze bikes meegenomen. Er staan verderop nog 2 andere bakbeesten. Dat is meer iets voor onze Rutger. Ja, 2 wielen. Ik bedoel, het gaat rap en weet ik veel wat. Maar voor je het weet lig je ernaast. Dus ik hou het liever bij 4 wielen. Zoals deze, de Easy Raider HD4. Volledig elektrisch. En als je het te ver fietsen vindt of te veel spullen mee moet, dan is het gewoon veel handiger dan een fiets. Hij heeft namelijk in elk wiel een elektrische motor. Er zit een 3 kWh accu in. Dus je kan 75 km ver met het ding. En 45 km per uur. Ja, en je kunt er natuurlijk op staan. Dan sta je op die soort skateboardbodem hier. Dat is natuurlijk veel cooler. Je kan ook zitten. Ik bedoel, mensen gaan later op pensioen tegenwoordig. Dus in het leger vast ook. En dan zit je wat chillen. Je hebt een gashendel, je hebt 2 hydraulische remmen en je hebt zelfs een achteruit. Dus gaan we die banaan. Oké. Met zo'n opgevoerde step ga je natuurlijk veel makkelijker over dit parcours. Maar het is nog altijd flink afzien voor onze King of Comfort. Ja, ik zit liever ietsje steviger op iets groots waar ik minder ga omvallen, minder gepiel met zo'n dingetje. Dus dit is de Reek. En dit is een volledig elektrische quad. En dat is heel handig als je ergens wil komen zonder al te veel herrie te maken. En dat wil je vaak op een slagveld. Maar het aardige is, deze quad is niet alleen voor jou als bestuurder. Dit is de powerbank voor je hele eenheid. En daarom kun je deze accu opladen met zonnepanelen. En heb je eigenlijk een soort rijdend krachtstation. Dit ziet er allemaal heel makkelijk uit. Maar Bram moet het vandaag hebben van zijn eigen interne krachtstation in combinatie met deze grindkiller. Hij moet binnen 2 minuten dit hele parcours overrammen en de rode vlag veroveren. Tijd gaat nu in! Een bijna onmogelijke opgave, maar drill instructor David heeft er alle vertrouwen in. Wordt hem niet, gaat hij niet halen. Dan ken je Bram nog niet. Tuurlijk, als je hem ziet lopen geef je er vanuit militair strategisch oogpunt misschien geen stuiver voor. Maar eenmaal op de baan is hij een beest. Aanvalshouding, vooruitkijken. Hier in de bossen kent hij geen enkele angst. Staat smetvrees even niet in zijn woordenboek. En is opgeven geen optie. Hij smijt zichzelf door bochten met gevaar voor eigen leven. Bram gaat als de brandweer. Kom op, je gaat het halen. Je zit onder de 2 minuten. Ja. Hé, wat is dit? Ja hoor. Ah, 4 wielen! Rutger. Typisch Rutger. Ja, heb ik het nou niet gehaald, Dave? Nee, tuurlijk wel. Oké. Ik bedoel, het gaat niet alleen om zo'n domme vlag. We hebben. Gaat om de prestatie natuurlijk. Ja, de prestatie. Nee. Als verrassing mogen we allemaal op ons favoriete voertuig gaan rijden. Mag ik op de e-step? Jij mag op de e-step. Oh. Ik mag op de e-step, Rutger! Ah, hier doen ze het allemaal voor, hè?
Oorlogje spelen, niet voeren. Geniet ervan, mannen. Bram, David en Rutger zijn Brights bandenbijters. Ik ben er! Deze tech-reviewers van RTL Nieuws testen al jaren alles met één wiel of meer. Van e-bike tot stekkerauto, van stepje tot microcar. Want dit zijn de voertuigen van de toekomst. Dit is Brights op banden.